kleine rookpauze. Kleine rookpauze. Met Slibowitz. En Hans die is... Ligt als een darm in de auto. Eén biertje in het grootste podium. Ik maar niet voorop binnen. Laat die Hans. Gaat het goed, mannetje? Hier rijdt 130 km per uur. Zo hard toch nog? Ongelooflijk hoog, maar wat is het? 20 km per uur. Nee, 20. Hier rijdt 150 km per uur. Nou, een heel mooi appartement. Alles is perfect geregeld, aardige mensen. We gaan eventjes skietjes huren en we gaan wat drinken zo meteen. Het enige waar ik nog even moet naar kijken is... we hebben voor 6 dagen Chinees of Mexicaans eten. Dus wat er even gebeurt. 5 dagen Mexicaans. Ja, maar het vindt helemaal wel lekker dat je een beetje gaat ruiten, hoor. 5 dagen Mexicaans eten, hè, man. Heel. Een trainer hoor. Zo. Ik heb het wel, daar staat ze. Even zo buren daar ook. Ja, snap je ernaar? Er wordt weer een foto gestuurd naar het. Ja. Oké. We zagen wintersport. Ja, we zijn hier op het gondeltje van de Aquirous na 3250 meter. En dan gaan we hobbelend naar beneden. Gaat die helemaal? Heerlijk. Lekker, hè? Heerlijk. Ja, roep ze klaar voor Herman. Komt je goed? Komt je goed, Gerrit? Komt je goed? Goed. Gaat goed, Gerritje? Gaat goed. Goed mannetjes. Koelemano. Mooi. Het is een trepjemmetje. Yeah.
Ja, je lag een beetje... Maar in slaap. Zou je in slaap wiegen, man? Ja. Let op, Herman gaat er nog één ding over zeggen. Nou dan? Ik heb door een horloge gezien. Maar ze lag te slapen. Ja, klopt. Maar ik zal er binnenkort even wakker kussen. Want ik ben een prins. Ja. Op het witte paard. Bij Lebel Piet. Santé. Roel, ben je met de grote schoonmaak bezig? Ja, dit is het laatste beetje echt. Paar flesjes. We gaan de flessen even mee naar de skiel. Hoe staat WhatsApp front, Hans? Zo voor David Bowie. Ik heb het nog niet gezien. Het schijnt lachen te zijn. Hey Tom. The kitchen. Ik ga nog niet heen. Bon is de tas aan het pakken. Ja, klaar. Al klaar. Ja, het gaat zo snel. Je hebt wel kunst aan de muur, zie ik, Roel, ja. Hier. Het is van openbaar kunstgebied. Openbaar kunstgebied. Wat zou het opbrengen op de BBC Antique Roadshow? Ja, ik denk... Normaal gesproken 400 pond per stuk, maar omdat het een setje is, denk ik dat je voor 200 euro krijgt allebei. Doe de patat voor die dikke. Ik heb nog 5 euro. Ja, is goed. Ik heb die. Toch, wat je vreten. Voor morgen goed. Morgenochtend, al goed. Hey, captain. Alles goed? Laatste avond. Laatste avond. Laatste avondmaal. Ja. Zo, jij gaat... Wat? Wat gaat u? You already got... I'm going to eat in 2000. Ah, the Kilimanjaro. Ah. For fondue. Ah, maybe. Cheese fondue? I like fondue. Yeah. But they do wine fondue and oil fondue up there. Okay. All right. Cheese is different. But I like cheese. Okay. I need cheese. You need cheese, huh? Miss Holland. Yummy, yummy. We zijn cultureel aan het doen. Het laatste diner. We hebben Ernest Hemingway gedaan. Om de roel. En we hebben besloten om kangaroo vlees te gaan eten. Dus dit is de old man en de kangaroo. De old man en de kangaroo. En de kangaroo. Dat is het bekendste boek van Hemingway, toch? Ja. Kan niet lekker zijn. Kan het niet lekker zijn, Hans? Nee, waarom niet? Ik heb het gehoord. Wat eten we, man? Vertel het eens. Kangaroo. Kangaroo. Een kangaroo eiland. Waar je kangaroes vindt, zit de kangaroo moeder met de kangaroo kind.